Start aan, jongens. Goedemorgen, jongens. Even kijken, de microfoontje goed. Donderdag 11 januari. Jullie hebben gisteren gezien die Yamaha T-Max 530. Face-notch hebben gedaan. Een power commander hebben gemonteerd. Een variateurtje hebben gemonteerd voor mijn lossie. Eigenlijk moet je op de 530 een J-Costa monteren in plaats van Malossi, want J-Costa doet iets beter. Bozutje vervangen, we gaan een stukje rijden met de motor. Kijk wat hij gaat doen. Dit is de eerste ronde die we gaan doen met de motor. We hebben hem nog niet getest, we hebben hem inderdaad gestart. We hebben hem gestart, maar we hebben hem nog niet gereden. Gaan we nou doen. Bismillah. Dit is de eerste ronde met de nieuwe variateur en de power commander van Malossi. We hebben nergens aan die power commander geleid, we hebben nergens gedraaid, niks gedaan. We hebben een show gemonteerd. Hij werkte als het goed was. Ja, hij werkte, ja. En nu gaan we kijken wat hij gaat doen. Daar heb je onze grote vrienden. Wat remt deze motor goed, zeg. De meeste T-Maxjes, wat ik gezien heb, rijden in Parijs, rijden in Berken, in Marokko, en rijden inderdaad ook in Tanja Tetouan. Daar rijden ook veel T-Maxjes. Het zijn de gebieden waar echt veel T-Maxjes rijden. En in Berken hebben ze het meeste ervaring met die T-Max. De 530 is niet gewild in Marokko. In Marokko willen ze de 500. Maar welke van de 500? Van 2008 tot 2012. Die type willen ze. Maar ze hebben er ook gelijk in. Dat is de beste T-Max dat ooit gebouwd is. De 500. Van 2008 tot 2012. Dat is het beste model. En als je een motorscooter wil hebben, gewoon een tank. De dingen die niet kapot te krijgen is, dan moet je gewoon van Honda Silver in gaan. Is niet zo mooi als een T-Max. Is niet zo wendbaar als een T-Max. Maar het is een kanon. Een ding die niet kapot gaat. Die gewoon niet kapot gaat. Het is best wel fris. Ja. Ik voelde hem. Oeh, lekker hoor. Ja, doet een stuk beter. Ja. La. Ik ben er gewoon blij van. Shit man. Een geluid komt eruit, maar er zit er nog. Daar zit er alsnog een killer in. Als we de killer eruit halen, ik krijg helemaal een chaos. Maar de snelste motorscooter wat ik ooit heb gereden was toch de Aprilia SRV 1000. Die blauwe, daar heb ik ook een filmpje van gemaakt. Maar dat is ook een speciale ding. Met speciale cilinders en 1000C. En op de tweede plaats geef ik de Aprilia SRV 850. Wat was het nou? 850 of een GP was dat? Uit België. Was een witte waster en een zwarte. Het waren ook hele snelle. En een Silverwing van mijn broer. Die heb ik opgevoerd, die Silverwing. Even een J-Costa koppeling ingezet. Drukveertje, een uitlaatje. Nou, dat ding liep als een kanon. Ik trok gewoon normale Transalpies, Afrika Twins. Ik liet er gewoon zwaar achter. Die maakte helemaal geen kans bij mij. Dus we gaan een stukje even, die ging op een gegeven moment op het donder die motor. Ik laat hem even lekker rustig gloeien, laat hem warm worden.
wat rem, dit ding bizar zeg. Zo, niet normaal. Ik heb nog geen betere T-Max. Ik heb geen T-Max gezien die beter remt dan dit. Maar kom ook door die schuiven. En hij zegt, ik heb ook Brembo remblok gemonteerd. Doe je best jongen, je rijwijs halen, kun je ook planken. En daar bij twee wielers nood komen. Dan helpen we jou bij de juiste motor uitkiezen. En voor de onderhoud. Er is veel liefde in het spel. Er is heel veel liefde voor motoren. Dat maakt mij ook speciaal. Anders dan de rest van de motoren, de rest van de bedrijven. Ik geniet ervan om aan zo'n motor te sleutelen. Ik geniet ervan. Ik ga jullie een verhaal vertellen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij werd geterroriseerd in Mekka. Iedereen werkte hem tegen. Hij ging toen naar Taif. Is een stadje 50 kilometer ongeveer tot 60 kilometer bij Mekka vandaan. Hij zegt, ik ga daar de mensen roepen naar het goede. Het mensen roepen tot kalimat la ilaha illallah. Dus mensen zeggen, er is geen heer dan Allah. Aanbid Allah en je hebt succes. Hij ging naar die stad toe. Hij werd daar weggestuurd. Hij werd daar bestenigd. Doet pijn als ik hier aan moet denken. Doet pijn. En toen ging hij zich verschuilen ergens achter. Toen hij zich ergens heeft verscholen, kwam er een man. Een man, vind christelijk, kom af. Hij ziet de profeet daar. Hij brengt de profeet druiven. En hij kijkt naar de profeet. En hij zegt, wat voor geloof heb jij? Vraagt de profeet aan deze man. Hij heet Ades. En hij zegt, ik ben van die en die geloof. Het was een aftakking van de christendom als het goed is. Hij zegt, ik geloof in, en ja, toen hij zei, ik ben van die christenen, en toen zei hij dus jij gelooft in Younes ibn Matta. Deze man schrikt, hij zegt, hoe kom jij hierbij? Younes ibn Matta is een profeet. En hij zegt, ja, hij is mijn broeder. Wat doet die Younes ibn Matta, wat doet deze Ades? Hij kust de voeten van Rasulullah aan de handen. Hij heeft de waarde van Rasulullah. Hij kust zijn handen en zijn voeten. En toen zijn bazen van die Younes ibn, van die Ades riep hem terug. Hij zegt, kom terug, wat doe je met die man? Iedereen die met de profeet in de buurt kwam, was verkocht. Jongens, we gaan nu een dotje gaan geven. Rijdt goed, rijdt goed, rijdt zeer goed. Gewoon echt, die J-Costa-koppeling. Het trekken doet hij ook goed hoor. Die J-Costa-koppeling had we iets meer uitgehaald, maar de kwaliteit van Molossi is veel hoger. Wat doet hij met die vrachtwagen, man, die dikzak? Levensgevaarlijk. Ja, doet het goed. Doet het zeker goed. We gaan van stoplicht tot stoplicht trekken, voor wat hij haalt. Vanaf deze stoplicht tot de volgende stoplicht. Kijk. Ik zet jullie iets lager de camera, dat ik beter in de teller kan kijken. Dus ik zie niet wat er gebeurt. Dus ik ga gas geven en dan ga ik naar de teller kijken. Hoeveel kilometer die, wat topsnelheid wordt. Wat snelheid wordt. Vanaf deze stoplicht tot de volgende stoplicht, daar zo. Ik heb die camera iets lager gezet.
Zo. Ik moet afremmen daar, hè. Ik ga van stoplicht tot stoplicht, ga ik gewoon 160. Wil je relax? We zetten jullie weer normaal iets hoger. Gas met die app. Oh, yo. Goed uitkijken, man. Ik ga te hard. Ziek ding. Ik ga vanuit vol gas, maar tellen werkte niet. Zo, nog een keer. Je zag die teller gewoon niet. Die motor was sneller dan de teller. Gaan we nog een keer doen. Kijk, die teller werkt niet. Ik ga het. Nou pas. Hij is sneller dan de teller. Hoe is ziek. Dus die gaat gewoon. Dus de eerste 3 seconden blijven tellen om je te krijgen de lucht in. Je gaat. Ja, dit is gewoon dingen, ik kan hier gewoon een wheelie mee maken. Deze T-Max verslaat mijn T-Max. Ik heb ook een T-Max 500 staan, toch? Deze is sneller. Ik ben bang dat deze motor. Misschien wil die SRV neerslaat. Ik ben bang. Die SRV gaat het sowieso moeilijk krijgen. Daar is geen twijfel aan. Die SRV moet zweten om hem bij te houden. Oh. Oei. Als ik deze motor kon omhelzen. En meenemen. Met mij samen naar bed toe. Of bij mij in slaapkamer doen. Had ik het gedaan. Tja, wat is dit, man. Dit is gewoon ziek. Oh la la. Oh, zo, een ding is het ook, hè. We zijn weer aangekomen. Zo, wat een ding, joh. Oh, alhamdulillah. Ik ben tevreden. Ik ben zeer tevreden over de motor. Jongens, we gaan jullie verlaten.